Hij draait pas over een maand in de bioscoop, maar er is nu al ophef over de nieuwe film Redbad. Het Nederlandse spektakelstuk speelt in de middeleeuwen en laat zien hoe een Friese held en de Vikingen het samen opnemen tegen de christenen die hier hun geloof een beetje probeerden te verspreiden. Het is toch nog een gevoelig snaartje, blijkt. Want Facebook en YouTube hebben de makers gewaarschuwd dat de trailer offline moet. Maar regisseur Roel Reyné is er nog niet uit of hij aan dat verzoek meewerkt, zei hij tegen Omroep Brabant. Nice fairy tales about heroes and dark fairy tales about God. Jullie hebben mijn zus uitgehuwelijkd en laten dopen. In de 8e eeuw gebeurde wat er in de trailer te zien is. Dus het is een beetje raar. Wat wel grappig is, is dat ik ben bezig met een tweede trailer die eigenlijk vanaf donderdag in de bioscopen gaat draaien. En die is eigenlijk nog veel heftiger. Dus dat is een interessant gevecht met YouTube. De tweede trailer gaan we gewoon publiceren. Dat gaan we gewoon op YouTube zetten, en op Facebook en de bioscoop in. We laten ons niet stoppen door YouTube. Wij laten niemand vertellen wat we moeten geloven. Reyné, onder andere bekend van Michiel de Ruiter, nam de film afgelopen najaar op. En eind juni is Redbad dus hier in Nederland in de bioscoop te zien. Daarna sowieso ook in het buitenland, want de rechten zijn al verkocht aan de VS en ook aan een aantal andere landen.